Voor een goed functionerende democratie zijn goed geïnformeerde burgers nodig. Net daarom zijn sterke media cruciaal voor een sterke democratie. Maar klopt dat wel? Werken de media de democratie tegen? Vanuit het Vlaams Parlement. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Werken de media de democratie tegen? Natuurlijk niet, hoor ik jullie denken. De journalistiek, dat is toch een pijler van de democratie? Wel ja, dat is inderdaad hoe wij doorgaans denken over de relatie journalistiek en democratie. De journalistiek speelt daarbij de waakhond van de democratie. En dat betekent dat journalisten de machthebbers, de politici, op het matje roepen wanneer ze iets fout doen en dat ze aan jullie, aan ons, de burgers, de nodige informatie geven zodat wij kunnen gaan stemmen in het stemhokje. Wel, die sterke band tussen journalistiek en democratie die is er niet toevallig. Die kunnen we historisch gaan uitleggen. Dat wil ik vandaag zeker met jullie doen. Maar ik wil er ook een aantal kanttekeningen bij plaatsen. Niet zozeer om die band uiteen te rafelen, maar net om die te gaan versterken. Nu, laten we beginnen bij het begin. En dat is in de 17e eeuw in Europa. En hoe zag Europa er grofweg uit in de 17e eeuw? Wel, de kerk en de koningen die hadden het voor het zeggen. En de rest moest zwijgen. Letterlijk bijna. Als je je mond voorbij sprak, dan kon je gewoon op de guillotine terechtkomen. Maar tegelijkertijd waren er een aantal mensen die ook in die macht wilden beginnen delen. Zo had je handelaren die bijzonder veel geld begonnen te verzamelen en die daardoor ook een deel van inspraak wilden in de macht. Zo had je ook protestanten die het beu waren dat de macht in Rome was geconcentreerd. En je had republikeinen die koningen doorheen Europa van hun troon begonnen te stoten. En dit alles was aangevuurd door denkers zoals John Milton, die de vrijheid van meningsuiting aanhaalde als een centraal, fundamenteel liberale vrijheid. Nu, daardoor ging de censuur stilaan liggen en waren er een aantal politieke activisten die zich begonnen wagen aan de eerste vormen van journalistiek. Een voorbeeld is Daniel Defoe. Dat was een Brit die een zware storm gadesloeg in 1704, die daarover publiceerde en die daarvoor getuigen ging bevragen. En dat wordt algemeen gezien als de oudste gekende vorm van moderne journalistiek. Maar Daniel Defoe was in de eerste plaats een handelaar, een politiek columnist, een pamfletist zelf toen, en een schrijver van onder andere de roman Robinson Crusoe. Dus objectiviteit was op dat moment helemaal nog geen ding. Meer zelfs, de eerste journalisten kozen resoluut de kant van de burgerij tegen de monarchie. En omgekeerd zie je hetzelfde bij de bezielers van de democratie. Die gingen een belangrijke rol wegleggen voor journalistiek. Als de verdediger van die democratie, als de bewaker zelfs van het algemeen belang. Bijvoorbeeld Thomas Jefferson's. Dat was de derde president van de Verenigde Staten en ook de persoon die de pen vasthield van de grondwet. En hij zei op een gegeven moment: moest ik moeten kiezen tussen een regering zonder kranten of kranten zonder een regering, dan zou ik voor dat laatste kiezen. Dat toont dus hoe centraal de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting, was voor die eerste democraten. Zo belangrijk dat het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten het amendement is dat de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting garandeert. Dus journalistiek koos de kant van de democratie tegen de monarchie. De democratie zette de bescherming van de journalistiek centraal in haar wetten en zo krijg je een historisch verbond dat geboren was. En dat verbond dat leeft nu nog heel sterk door in de manier waarop wij denken en praten over de journalistiek en de democratie. Je ziet dat op redacties. Je ziet dat bijvoorbeeld in de code van de Raad voor de Journalistiek, waar die waakhondfunctie centraal staat. Je ziet dat ook in de opleidingen. Wij leren dat ook aan onze studenten, dat die waakhondfunctie zo belangrijk is. En ook in het beleid, bijvoorbeeld van de Vlaamse overheid en haar openbare omroep, zie je dat de link met democratie regelmatig wordt aangehaald. Dus dit is het verbond waar wij nog vaak aan denken. Maar die pijler van de democratie
Is dat ook iets dat werkelijk zo is? Is de journalistiek doorheen de eeuwen de pijler van de democratie gebleken? Wel, sinds de jaren 50 is men die vraag beginnen stellen onder communicatiewetenschappers, onder mediaonderzoekers. En is men de focus wat gaan verleggen, weg van de theoretische discussie over wat journalistiek zou moeten zijn en naar het onderzoek over de journalistiek zelf, wat die in de praktijk is. En daar komt natuurlijk een veel realistischer beeld naar voren. Een journalistiek die ook tekortkomingen had en misschien zelfs negatieve effecten op de democratie. En laten we eens naar een paar van die onderzoeken kijken en zien wat we eruit kunnen leren. Een eerste aantal onderzoekers die gingen kijken naar de redacties en gingen daar observaties doen. En een voorbeeld is David Manning White, die redacteur was bij de Peoria Journal in de Verenigde Staten in de jaren 50, en zich op een gegeven moment de vraag stelde: hoe beslist een eindredacteur eigenlijk wat er wel en niet in de krant verschijnt? En hij is het gaan vragen aan de redacteur die bij de Telegraaf zat en de inkomende berichten moest filteren. Kan je dat eens bijhouden? En ook de reden waarom? En bleek uit de antwoorden dat die reden soms heel banaal konden zijn. Het verhaal was zich nog aan het ontwikkelen, ik had nog niet genoeg informatie. Of er was geen plaats meer in de krant voor morgen, dus ik heb het bericht niet geselecteerd. Of simpelweg omdat die redacteur op dat moment het gewoon niet interessant vond. Daar komt dat idee vandaan van de journalist als poortwachter. Het nieuws is niet zomaar alles wat er in de wereld gebeurt. Het is alles wat journalisten belangrijk genoeg vinden om over te rapporteren. Andere onderzoekers gingen dan weer kijken naar de inhoud van het nieuws. Op kranten, op het televisienieuws, het journaal, nu zelfs online. En een recent voorbeeld is dat van Nick Davies, een bekroond journalist die een aantal jaar geleden een team van onderzoekers de vraag stelde: kunnen jullie eens gaan kijken wat de oorsprong is van de berichten in de Engelse kranten? En ze namen 2000 berichten van 1980 tot 2008 en gingen kijken wat de bron was van die berichten. Wat bleek? Slechts 12% was gebaseerd op gegevens die de journalisten zelf hadden bijeengezocht of hadden gefactcheckt. En al de rest was afkomstig van PR, van persberichten of gecopy-paste uit andere nieuwsbronnen. En uiteraard, dat is bijzonder handig bij deadlines, wanneer je snel nieuws moet hebben. En ook Nick Davies begrijpt dat. Het enige wat hij aangeeft, is dat het jammer is dat journalisten niet de middelen krijgen om zich daarmee bezig te houden, terwijl uiteindelijk de bazen van die kranten grote winsten maken. En daardoor wordt het beroep minder gedreven door onderzoek en verslaggeving, maar eerder door bladvulling, zoals hij het iets wat provocerend stelt. Dan waren er onderzoekers die ook voorbij de westerse democratieën gingen kijken en hoe het beleid bijvoorbeeld in niet of minder democratische landen rond journalistiek wordt vormgegeven. En dan zie je dat in landen zoals Rusland of China er ook een bloeiende journalistiek vorm heeft. Ook daar zijn er verschillende media. Ook daar heb je kranten, televisie, journaals die het nieuws brengen, maar die zich heel duidelijk aansluiten bij de visie van de staat en die niet ingaan tegen de staatsideologie. Neem bijvoorbeeld Russia Today, RT tegenwoordig. Die lopen niet hoog op met objectiviteit. Die gaan duidelijk de Russische kant van het verhaal kiezen en belichten, bijvoorbeeld bij de annexatie van de Krim in 2014. En zelfs al moeten ze wat complottheorieën gebruiken om de agenda van Rusland op de voorgrond te brengen, dan is dat geen probleem. Hetzelfde in China. Ook daar staat de nieuwssector niet stil. Ja, de communistische partij die houdt nog altijd een heel sterke controle op alle nieuwsmedia. Maar het is niet zo dat er maar één grote krant is, de partijkrant. Nee, de partijkrant, People's Daily, is niet eens de meest gelezen krant. Dat is Southern Weekly. En Southern Weekly is een commerciële krant die abonnementen heeft en waar dat ook reclame op te zien is. Die journalistiek is trouwens heel sterk geprofessionaliseerd sinds de jaren 80 in China. En ook daar heb je nieuwsapps, podcasts, nieuwsvideo's. Dus het lijkt zeer sterk op de context die wij hier kennen. En dat werkt prima allemaal, al mag je natuurlijk niet te ver gaan. In 2013 ging de Southern Weekly bijvoorbeeld een heel kritisch editoriaal publiceren en dan zijn ze toch eventjes offline gehaald. Nu,
Uiteraard is dat niet oké volgens onze westerse standaarden. Maar staat dat een bloeiende mediasector in de weg waar vele journalisten hun brood mee kunnen verdienen? Niet echt. Maar ook in het Westen past journalistiek niet altijd de principes toe van die waardevolle democratische journalistiek. Bijvoorbeeld Fox News. Dat is een zender die 24 uur op 24 in de Verenigde Staten nieuws uitzendt en dat echt niet doet met een objectieve berichtgeving en eigenlijk ook niet de feitelijkheid van die berichten sterk of hoog in het vaandel houdt. En waarom? Omdat de eigenaar, de grote baas, Rupert Murdoch, hij is de grote baas van een gigantisch media-imperium, heeft de belangrijkste nieuwsmerken in Australië, het Verenigd Koninkrijk en ook in de Verenigde Staten. En uit een recente documentaire blijkt dat hij helemaal niet begaan is met de democratie. Hij wil gewoon veel geld verdienen, dat nalaten aan zijn kinderen en zo weinig mogelijk belastingen daarop betalen. En dus was investeren in Fox News voor hem heel interessant. Het waren twee vliegen in één klap. Aan de ene kant zag hij een gat in de markt. Er waren veel conservatieve kiezers in de Verenigde Staten en die werden niet bediend. Aan de andere kant kon hij dan die zender openlijk campagne laten voeren voor de presidentskandidaat die het minste belastingen zou gaan heffen. Maar ook wij, burgers, zijn niet altijd die rationele informatieverslinders die de nieuwsmedia er vaak van maken. We gebruiken nieuws helemaal niet enkel om die keuze te maken in het stemhokje, maar vaak ook als een breed venster op de wereld, soms ook gewoon als tijdverdrijf en misschien als gespreksonderwerp bij het koffieapparaat en niet meer dan dat. En als je al die inzichten bij elkaar neemt, dan krijg je iemand als mediahistorica Barbie Zelitzer die de vraag stelt, is de journalistiek dan wel degelijk de pijler van de democratie gebleken? En het antwoord is volgens haar niet echt in de praktijk. Maar moeten we dan echt concluderen dat de journalistiek de democratie tegenwerkt? Niet per se. Uit ons verhaal blijkt duidelijk enerzijds dat de journalistiek en democratie historisch verbonden zijn. De eerste journalisten schaarden zich aan de kant van de revolutionaire krachten tegen de macht van de kerk en de koning. En de eerste democratische staten op hun beurt schreven de persvrijheid centraal in hun grondwetten. Maar uit ons verhaal wordt ook duidelijk dat journalistiek niet per definitie de democratie dient. Er zijn namelijk voorbeelden van journalistiek die niet-democratische regeringen vooruit helpen, die commercieel gewin boven de democratische waarden zetten en die ook onder druk staan om die democratische waarden uit te dragen. Journalistiek kan wel degelijk een belangrijke rol spelen in het bestendigen en het beschermen van een democratie. Werken de media de democratie dus tegen? Niet noodzakelijk. Maar ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Journalisten en nieuwsmedia moeten het publiek blijven informeren over wat politici en andere machtige actoren zoal uitspoken. En de beleidsmakers moeten hen hiertoe de nodige middelen voorzien. Via subsidies, maar ook via een juridisch kader met duidelijke rechten en plichten voor de journalistiek. En burgers, zoals u en ik, moeten ook moeite doen om zich terdege te informeren en de journalistiek naar waarde te schatten. Als we dat doen, dan kan de journalistiek wel degelijk de pijler blijven van de democratie.